Het is Fendi. En dat is een Belgische streamer. En wat stream je zo, Fendi? Variety games, alles en ook wat. Oké. Okay. Gewoon chill, waar ik zin in heb. Want wat doe jij in het dagelijks leven? Ik ben leerkracht. Jij bent leerkracht? Ja. En wat voor vakken doe jij? Nee, bij de kleine kinderen. Dus basisschool. Oh, basisschool. Dat zijn kinderen van 8 en 9. Heel chill. Veel games zo. Ook veel. Ja. Leeftijd voor beginnen natuurlijk, hè? Ja, klopt. Ja. Maar is dat een beetje te combineren dan? Want volgens mij ben je ook een periode geweest dat jij niet aan het streamen was. Ja, klopt. Ja. Had ik echter wel een beetje die Twitch burn-out, zeg maar. Okay. Geen tijd meer had voor te streamen. Bovenop mijn werk, gezin. Want ik heb zelf ook nog 2 kleine kinderen natuurlijk. Oh, ook nog. Ja, ja. Dus, het is wel druk. Deze zomer stilaan weer begonnen. 2-3 dagen in de week en nu een vast schema. En dat lukt. Ook maximum 3 uurtjes streamen. Dat is alles klaar. Ja. En je vrouw die heeft daar vrede mee? Voorlopig wel. Voorlopig wel? Ja. Dat komt wel. Ja. Okay. Maar het is wel druk. Het is wel druk. Ja. Want s'avonds heb je geen huiswerk. Dat is... Ja, toch wel. Ook wel? Ja, het moet nog verbeterd worden. Het moet nog voorbereid worden. Okay. Maar ik probeer het zoveel mogelijk ook op school te doen. Dus, okay, leuk. Leuk. Niet te veel moet doen thuis. Dat ik me kan concentreren op mijn hobby. Ja, precies. Je hobby, je gezin. Ja. Doe je daarnaast nog andere dingen? Deed ik wel, maar het is veel verminderd. Ik hield me veel bezig met geschiedenis, Tweede Wereldoorlog projectjes. Ja, zoals Slag om Arnhem of zo, of hoe moet dat zien? Nee, dat gaat meer over Normandië. Oh ja. En de Eerste Wereldoorlog die ook in België plaatsvond. Want het is ooit mijn droomjob om in een museum te gaan werken. Oh, dat is educatieve waar. Dienst te starten. Wat is jouw specialiteit ook geschiedenis dan? Ja. Oké. Okay. En wat leer je dan zoal dat jouw jeugd, zeg maar, of althans je leerlingen, want een bepaalde leeftijdcategorie neem ik aan? Ja. Van hoeveel leeftijd? Ja, van 8 tot 9. Van 8 tot 9? Ja. Dus heel globaal. Ja, heel globaal. En ja, leren wat er allemaal is gebeurd voor ons, hè. Dus die korte tijdsperiodes. En ja, een paar weetjes, wistje, datjes, dat zijn de luxe dingen. Ja, precies. Dus, ja. Maar even terug op het streamen, hè. Ja. Jij zei je bent een variety streamer. Wat is nu momenteel jouw game waar jij nu mee bezig bent? Ik ben nu bezig met een playthrough van Sleeping Dogs. Okay. Dus, game van 2012, ja. Dat vind ik nog altijd zeer top, underrated volgens mij ook. En ja, het is gewoon een heel tof combat systeem. Vind ik wel chill om te streamen. Okay, vorige game was een playthrough van Assassin's Creed 2. Dat is volgens mij de beste Assassin's Creed. Meningen verschillen daarin, maar dat is volgens mij de beste. Ja, en die was wel goed, ja. Okay, dus nu ben ik echt wel bezig met playthroughs, dus echt de volledige game uitspelen. Vroeger was echt bij elke stream een ander game, nu echt. Ja. En wat brengt jou naar Facebook? Waar kom je voor? Ja, mensen toch moeten eigenlijk. Ja. Mensen zoals Stalker. Heb je nog niet eerder ontmoet? Nog niet eerder, dat was vandaag de eerste keer. Oh, leuk. Ja. Leuk, leuk, leuk. Dat is wel top. Ook gewoon heel veel andere fans van zowel Stalker van mij. Ook Pilot Bones loopt hier ergens rond. Oké, okay, leuk. Hebben we al een hele leuke vanmiddag mee gehad. Ik zou gewoon mensen ontmoeten, want vorige week was ik op Gameforce. Ja. Net allemaal dezelfde standen, ook dezelfde mensen ontmoet. Hey, oh, dat is buiten dan jullie. Dat is leuk. Maar, ja, goed. Dat was wel top. Dankjewel voor je tijd, voor je interview en ik wens je heel veel plezier.